guys, we're going to squat a lot of apartments today. It's the 2 in the Rustenburger Street, 3 in the Hendrik de Keizer Street, 1 in Hendrik de Keizer Plein and 1 at Karel de Boudin. They're all first floors. Te budynki mają przez nas, ta zaczęta budowa i ta pusta przez... Vandaag 6 woningen van GW Bakker gekraakt. GW Bakker is een berucht speculant die we al heel lang kennen. Hij heeft ruim 3 jaar geleden dit stukje straat gekocht. Met de bedoeling om van 60 koopwoningen, van 60 sociale huurwoningen 34 koopwoningen te maken. Sindsdien is hij bezig om de huurders eruit te pesten of te intimideren. Hij dreigt met kort gedingen. Om de bewoners te ontruimen door middel van de rechter. Hij knapt niet meer op in die woningen. Het stadsdeel heeft altijd al gezegd van wij doen hoe dan ook niet mee aan gedwongen uitplaatsingen. Dus het stadsdeel wil op zich wel mensen stadsvernieuwingsurgent verklaren op het moment dat ze vrijwillig weg willen. Maar dat ze, de meesten willen gewoon blijven. We zijn het niet eens met de plannen. Dus Bakker is nu de laatste 2 jaar bezig met tijdelijke huurders op de woningen te zetten. Hij krijgt sinds eind vorig jaar geen vergunningen meer. Ook geen verlenging voor de bestaande tijdelijke verhuurvergunningen. Dus momenteel staan er een paar woningen leeg en wij dachten wij gaan dus even lekker door deze plannen heen walsen. Hey, jullie maken hier een puinzooi van. Jullie verloederen de buurt. Wie verloedert hier de fucking buurt met je leegstand, man? Nee, jongen, je ziet het toch, ik heb het in de tweede helft van Eindhoven. Ik heb het overal gezien. Jullie maken een kankerzooi van deze buurt. Ik ben het er helemaal mee eens. Vooral ook omdat wij, ja, wij jongelui, we kunnen dus nergens meer in. We moeten maar afwachten waar we heen kunnen. Omdat er steeds meer koopwoningen komen. Het zit allemaal leeg in Amsterdam. Dus verhuur het weer lekker aan de jongelui en aan de andere mensen die een woning nodig hebben. Er leven zoveel mensen op straat en dat soort dingen. Geef ze een woning, er is genoeg. Ik weet niet waar de politiek mee bezig is. Het verhaal is namelijk dat ze, als je maar meer diversiteit zogezegd krijgt. Oftewel, je zou dus op de een of andere manier denk de bepaalde mensen die het deels bepalen wat er gebeurt. Dat als je maar steeds meer woningen uit het goedkope huurwoningen weghaalt en daar koopwoningen van maakt, dat er vanzelf meer goedkope huurwoningen komen. Dat is de redenering. Ja, want dan krijg je namelijk doorstroming. En dan gaan mensen dus in een koopetage zitten en dan laten ze een sociale huurwoning achter. Dus zij verwachten dat mensen die in een goedkope huurwoning zitten nu, ja, dat die dan een huis gaan kopen. Ja. En dan laten ze wat achter. Ja, dat is logisch. Maar ze doen net alsof er dan meer woningen komen. Maar het punt is natuurlijk dat mensen die vertrekken naar een voormalige sociale huurwoning, die nou een koopwoning geworden is. Dus je krijgt dus minder sociale huurwoningen. Goed zeg. En nou hoor ik wat bedoel je? De Volkskrant. Ja, die weet ik niet. AD5. Prachtig. Je hebt me toch niet gefotografeerd, hè? Oh. Ah, nee, zo. Heel netjes. Maar ik vind het prachtig wat hier. Ik ben echt met jullie. Want het is zo. Meneer Bakker. Meneer Bakker, ja. Wat is er mee? Krentenkakker. Jullie verloederen de buurt. Wie verloedert hier de fucking buurt met je leegstand, man? Nee, jongen, je ziet het toch. Ik heb het in de tweede helft van Eindhoven. Ik heb het overal gezien. Jullie maken een kankerzooi van deze buurt. Oh, we hebben net een buurtbrief gekregen. Wij staan helemaal achter de actie. Het is belachelijk dat huurders zomaar hun huis uit worden
kunnen worden gezet. Zeker omdat er al een groot tekort is aan sociale huurwoningen. Ga zo door. Dat zijn twee buurtbewoners. Hoe lang woon je hier al? Dat wordt nou 1 juni 3... 54 jaar. 54 jaar? 54 jaar. Hetzelfde huis. En de kinderen heb je hier opgevoed? En je hebt hier... 3 kinderen opgevoed. Hoe woonde je hier 50 jaar? Heb je naar prettig gewoond? Ja, heel prettig. Heel prettig. Lekker dicht bij de Albert Kuipmarkt. De centuurbaan. Het zijn gezellige huizen. Zitten net de buren allemaal. Ik vind het allemaal fantastisch. En toen, 2,5 jaar geleden of 2 jaar geleden, wat gebeurde er toen? Nou, toen kregen we toch bericht dat we, bedoel je dat? Ja? Dat we eruit moesten. En dat ik daar een week van gehaald heb. Ik kreeg er op lang als ruzie mee door mijn zoon dat hij zei, dat kost godverdorie je dood, zet het van je af, bemoei je er niet mee, laat het gaan. Laat het dubbeltje rollen zoals die rolt. Maar je kan het toch niet verwerken als moeder zijn. Ik kan het niet verwerken. En ik vind, als ik huurschuld heb, sta ik er volkomen achter dat ze me er op staande voeten uitgooien. Mm-hmm. Maar niet als je altijd trouw betaalt, want mijn zoon heeft alle afschrijvingen van de huur, die bewaart alles. En ik blijf zeggen, leuke buren, leuk die achtertuin, het is mijn leven hier. En als ik weggeplaatst word en ik ga naar een tehuis toe, dan weet ik zeker dat het met mij gauw gedaan is. Ik bedoel, als er al nu 60 woningen zijn, dan worden er 24 van gemaakt, of 34. Wat dus de helft is, zullen we zeggen. Ja, dat betekent dus dat er sowieso al minder woningen komen. En wat ooit 60 huurwoningen waren, goedkoop, dan zeggen ze dan slecht, maar daardoor zijn ze dus goedkoop en betaalbaar. Worden ze opgeleukt en een stuk groter gemaakt. Dus ontzettend duur. Dus het bovendien voor een hele andere doelgroep bedoeld dan de mensen die er zaten. Ja. En dan kan je wel zeggen dat die mensen het terug mogen kopen, maar ja, ik bedoel... Van wat? Van wat? En bovendien, als het er 60 waren en dan komt maar de helft terug, ja, dan moeten ze een soort woongroep gaan beginnen. Jullie maken hier een puinzooi van. Jullie verloederen de buurt. Wie verloedert hier een fucking buurt met je leegstand, man? Nee, jongen, je ziet het toch. Ik heb de tweede helft van Eindhoven. Ik heb het overal gezien. Jullie maken een puinzooi van deze. Hij was wel een beetje aan de schoftige kant, vond ik. Nou, als je die dan... Krijg je wel een ander huis en toen zei, riep ik, zeker in de Jordaan of zo, of ergens anders. Nee, zegt hij, mag u kiezen, je krijgt er 3 voorgeschoteld. Maar dan wil ik een benedenhuis, maar dat is van het begin af. Maar toen zijn we zo om de donder niet, ga je eruit, je hebt geen huurschuld. Dan moet het je eigen wil zijn dat je eruit gaat. En dat heb ik toen gezegd. Ja. En toen ging die weg en ik zat koffie te drinken en... Ik was in één keer zo die. Ik heb ook ineens geen koffie aangeboden, wat niet in mijn aard ligt. Ik woon hier beneden. Jij woont op 11? Op 11 huis. Ja. En we wonen hier ook tijdelijk. We zijn... Sinds wanneer? Wij wonen hier nu sinds 1 augustus vorig jaar. Nee, zeg ik nou goed? 2 jaar geleden, sorry. 2 jaar geleden. 2002. Ja. Ja. In principe hadden wij er al uit moeten zijn. Maar het wordt elke keer verlengd. Oh. Wij krijgen niet eens wat te horen. Het wordt gewoon, er wordt aan nieuwe mensen wordt er verhuurd en dan wordt er tegen ons gezegd van, door de nieuwe huurders van, nou oké, ik mag tot 1 oktober blijven zitten, dus dan neem jij ook maar aan dat je ook mag blijven zitten tot 1 oktober. Heb je nou net gekraakt? Ja. Dezelfde deur opengebroken? Nee. Nee? Daar heb je andere mensen voor. Ja, dat wordt altijd geregeld van tevoren wie er breekt en gezet en zo. En wat Ze is niet goed geregeld. Nee? Ze zijn nu aan het overleggen. Maar er moeten dus mensen in het pand blijven. En dat zijn jullie dan? Ja. En is dat nou leuk om al in een pand te wachten of is niet zoveel te doen? Nee, een beetje saai. Een beetje uit de raam kijken. En de rest is ook allemaal weg al, buiten. Ja, er zijn heel veel mensen al weg. Ja, ik weet niet precies hoeveel mensen er in dat invalpunt zijn, maar blijkbaar heel veel. En is dat nou gezellig zo'n kraak? Ja, op zondag is iedereen een beetje brak, maar... En dan loop je door een straat en dan neem je willekeurig huis, of heb je er wel over nagedacht? Nee, het wordt altijd van tevoren gekeken welke panden er leeg staan, of ze al heel lang leeg staan en of het gekraakt kan worden. Ja, ik heb vorig jaar ook meegedaan met de dageraadactie. Oh, dat was hier verderop, toch? Ja, dat was ook een beetje hetzelfde verhaal, maar dan met andere eigenaren.
En dit is ook allemaal van één eigenaar. En ja, die doet gewoon heel veel nare dingen ook tegen de huurders die hier gewoon ook al wonen. En die wil die er dan ook, ja, die pest die er dus ook uit en zo. Om, zodat hij er koopwoningen van kan maken. En die zijn dan veel te duur voor die mensen die huren. En dan kunnen ze ook niet terugkomen in een oude huis. Ja, ik dacht dat er iets gebeurd was. En toen zei mijn kleindochter van... Oma, ze zijn met het huis bezig. Ik zei, zijn ze met het... Ja, ze zijn met de huizen bezig. Maar toen zocht ik Vincent, die net hier was, die jongen. Dat is een schatto. Ze zei, wat is dat? Gelijk achter je. Maar... Ik wist niet vinden. Wat er aan de... En toen kwamen ze met die bedden, met, op zo'n kamer met bedden. Toen zei ze, ze gaan woningen kraken, oma. Ga nou eens kijken. Dus toen ik dat... raamgrond heb ik staan te kijken. Het was hier zwart van de mensen, zwart. Daarom toet ik daar. En toen hebben ze de politie gebeld. En wat had hij gedaan? Die is komen kijken. Ja, hij kwam nog met twee honden. Zeker om die kinderen, die jongens op te vreten. Kijk, dat broodje, dat heeft natuurlijk met Gerard Bakker te maken. Een zeer voortvarend projectontwikkelaar. Handige jongen in Amsterdam die... Ja, dat is zo'n beetje zo'n voorfrontfiguur. Dat zijn de mensen die dingen open proberen te breken en dat soort dingen. Dus daarom is het juist goed om daar de tanden in te zetten. Wij vinden dat het stadsdeel Bakker moet dwingen de woningen op te knappen en weer terug in de sociale verhuur. En het speelt al zo lang dat ze het eigenlijk ook niet meer kunnen volhouden zo. Pak Axel. Welke moet ze nu buiten gaan? Ja, het is nog niet alleen, maar die zijn niet te kunnen. You didn't see anything, okay? Nothing at all. Just keep walking. You saw nothing.